Ik heb toen ik 7, 28, 26, want op een gegeven moment ben ik echt een persoon. Ik had gewoon 0,0 ervaring met vrouwen tot mijn 21ste, heel kort. Was voor mij gewoon kut. Eigenlijk doe ik dit nu ook, niet om de schade in te halen, maar omdat ik heb echt zoiets in die tijd. Ik heb zoveel rare ideeën gehad in mijn hoofd van, oh jeetje, al die gasten op internet zoeken. Oh, ze hebben allemaal 6 keer gemiddeld seks in hun leven gehad en ik heb niet eens 1 keer gehad. Ik dacht, ik ben nu bijna 20. Als ik nog 10 jaar, als ik in 20 jaar tijd niet eens 1 keer seks heb, hoe gaat het eruit zien de aankomende 40 jaar? Ik loop fucking lang rond. Dus ik maak me echt zorgen. En ik heb eigenlijk toen een beetje de oorlog verklaard aan die vrouw. Ze zei, oké, dan gaan we echt in verdiepen gewoon. We moeten gewoon aanvallen. Er moet gewoon iets gaan gebeuren waardoor ik echt systematisch vrouw gewoon ga aftikken. Want dit gaat gewoon niet werken. Ik moet echt scores gaan halen, ik moet echt scores gaan bijhouden. Dus op een gegeven moment is het echt ook zo ver gekomen. Dat ik me echt in die dingen ben gaan verdiepen. Met echt lezen, uitgaan, vakanties, de gekste dingen. En toen is het gaan lopen. En toen is het eigenlijk gekker en gekker geworden. En dat eigenlijk op een gegeven moment zo gek wordt dat ik bijna elke maand wel bij de huisarts zat voor een SOA-test. En dat vrouwen, dat ik wist van ja, zoveel huilen en telefoontjes, dat het niet eens meer werkte. Dat van nu werd ik zo gevraagd, dat ik dacht van nu moet ik gewoon geld van gaan vragen. Want nu kan ik gewoon iets. Nee. En verder ook gewoon niks kunnen, hè. Gewoon alleen dat kunnen, dan denk ik, nu ga ik gewoon gigolo worden, want ik kan verder niks. Nee, ik kon verder wel wat anders kunnen natuurlijk. Hè. Nee, maar dat was wel een beetje het idee erachter. Waarom deze die computer zo werd gemaakt? Nee, die computersoftware die liep gewoon goed en die gaf mij echt de kans om dit hoofdstuk gewoon echt lekker bij te spijkeren. Ik heb echt ook de tijd genomen om dat echt te doen. Om echt gewoon heel veel tijd in te steken en alle soorten vormen van relaties met vrouwen te proberen. Van meerdere vrouwen tegelijk met opstarten, met maandelijkse herhalingen, wel terugkomen, niet terugkomen, ankeren. Ik heb allerlei dingen geprobeerd en op een gegeven moment dan ben je er zo in geroutineerd geraakt dat je echt denkt van oké, nu... nu ga ik gewoon vrouwen gewoon on demand gewoon. Dus zij contacten mij niet, ik contact jou. Als ik seks wil, ik kan dan en dan. Oké, dan hebben we seks. Niet langer dan 2-3 uur ben ik bij je en dan ga ik weg. Nou, op een gegeven moment heb je dat ook een tijd geprobeerd. Denk je, nou, dat gaat ook wel goed allemaal en zo. Je krijgt eigenlijk steeds meer. Ja, dit hoeft niet voor iedere gigolo hoor, dit. Dat weet ik, zeg, dit is hoe ik het heb gedaan. Je krijgt gewoon eigenlijk steeds meer controle over wanneer jij met die vrouw seks wil. Want daar draait de hele eierreet om. Dat is het hele eierreet. Het is gewoon het hele debacle. Wie bepaalt wanneer we seks hebben gewoon. En als je dat gewoon niet kunt bepalen. Of je moet uurtjes gaan zoenen. Of je moet met een stijf in je broek lopen en maar afwachten of er iets gaat gebeuren. Dan weet je dat je eigenlijk niet genoeg controle hebt. Dat weet je eigenlijk gewoon. Je weet het gewoon. En je weet gewoon hoe de fuck kan ik dat gewoon vergroten. En op een gegeven moment word je gewoon zo geïrriteerd. Ik denk, ik ga er gewoon wat aan doen. Ik moet gewoon meer grip hierover hebben. Want ik ga niet met jou de hele dag rondlopen en dan maar afwachten of ik vanavond in mijn bed kan slapen of niet. Ik weet niet hoe het voor jullie is, ik kan gewoon vragen stellen, ja? Nee, ik zet een winkel in winkel uit, zei ik. Ja, dan heb ik het nog ineens over of je wel of niet een relatie hebt. Het kan ook gewoon zijn is dat je ontmoet een vrouw en misschien is haar instelling wel van, ah ja, laten we gewoon even lekker 5 weken gaan daten en dan hebben we wel seks. Maar als ik dat al weet op de eerste dag, dan weet ik al, gaat niks worden. Maar toen ik nog jong was, ging ik gewoon wel mee. Ging ik gewoon aankijken. Ging ik gewoon kijken, nou, ik ga wel gewoon, hopelijk. Je weet niet of het wel of niet, misschien heb je geluk. Geluk bestaat niet meer bij mij. Kijk, ik ben ook gewoon sowieso gigolo. Dus als het je niet bevalt, dan... ik heb gewoon opdracht volgende week. Ik bedoel, ik kom wel aan mijn ding hoor. Dus het is net, welke alternatief heb je nog? En die vrouwen weten je gewoon te pakken. Op het moment dat ze zien, dat je gewoon weinig alternatief hebt. Dat je sowieso, vrouwen gaan sowieso harder voor jou werken als ze weten dat jij gewoon goed in de markt ligt bij andere vrouwen. Sowieso. Want ze weten, dan moet ik gewoon beter mijn best doen. Want er is vraag naar hem. En als ik mijn best niet doe, dan heeft hij zo iemand anders. En toen ik jong was, dus van, daar maak ik geen gebruik van. Joh, ik ben gewoon heel eerlijk en puur, weet je. Want die vrouwen zoeken allemaal een hele eerlijke en pure man. Maar die heeft nooit seks blijkbaar, want ik had gewoon nooit seks. Ja. Ja.